kan niet altijd caviar zijn. De ongelooflijke maar ware avonturen van Thomas Lievens. Bankier van beroep, geheimagent tegen wil en dank en kookkunstenaar uit roeping. Een hoorspelserie in 12 delen naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel in de bewerking van Dick van Putten. Vanavond, deel 11. Jacht op de meesterspion. Goedemiddag, meneer Ott. Wij hebben elkaar telefonisch al gesproken. Gaat u zitten, alstublieft. Dank u. Wel, meneer Ott, u zoekt bedrijfskapitaal. U sprak over een onderpand met ruime overwaarde. Mag ik weten wat dat is? Ik geloof dat ik u daar beter niet mee lastig kan vallen, hè? Misschien wilt u zo vriendelijk zijn, monsieur de Couville, mee te delen dat ik er ben. Hij heeft mij geschreven. Ik heb u geschreven. Wat? Ik ben Hélène de Couville. Ik behandel alle geldzaken voor mijn oom. Dus, meneer Ott, waaruit bestaat dat onderpand? Uit nieuwe aandelen van de Dezu-werken, gedeponeerd bij de Zwitserse Centraalbank. Nominale waarde 1 miljoen. Koers de oude aandelen 2,17. Welke rente kunt u aanbieden? 8%. Welk bedrag hebt u in gedachten? 750.000 Zwitserse frank. Hoe zegt u? Is dat niet enigszins aan de hoge kant, meneer Ott? Waarom, bij een dergelijke aandelenkoers? Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Het spijt me, maar ik geloof dat het toch beter is dat ik mijn oom even bijroep. Excuseer me een ogenblikje, alstublieft. Mademoiselle. Bij alles heeft ze ook nog mooie lange benen. De gang van een hinde. Wonderlijk. Mijn intuïtie zegt, hier klopt iets niet. En mijn intuïtie heeft me praktisch nooit in de steek gelaten. Maar wat klopt er niet? Dat zou ik wel eens willen weten. Meneer Ott, mag ik u voorstellen? Mijn oom, baron Jacques de Couville. Monsieur le baron. Aangenaam kennis te maken, meneer Ott. Baron, ik vrees dat ik uw betoverende nichtje heb doen schrikken. Laten we deze hele kwestie maar vergeten. Ik acht het een eer met u kennis te hebben gemaakt. Monsieur Ott, een ogenblikje maakt u toch niet zo'n ontstellende haast. Oh. Laten we eerst maar eens wat gaan zitten, hè? We moeten bij een drankje maar eens rustig over de kwestie praten. Een whisky, meneer Ott? Heel graag, ja. Heel graag. Ja. Alsjeblieft. Dank u. Gezondheid. Prozit. Ik moet u eerlijk toegeven dat ik een aanzienlijk lager bedrag had verwacht dan u noemde. Wat zou u zeggen van 100.000? Baron, het lijkt mij beter de zaak te laten rusten. Laten we dan zeggen 150.000. Werkelijk, Baron? 200.000 is noods. Ja? Een intercommunaal gesprek in de bibliotheek, monsieur le baron. Ja, dank je. Waarom zijn nichtje daarbij moet zijn, dat begrijp ik niet. Die hele affaire komt mij steeds eigenaardiger voor, hè? En die de Couville, die mag ik helemaal niet. Die geeft een hand als een cowboy, die vent, hè. En kaken. Of die voortdurend kauwgomje koudt. En in plaats van scotch whisky, bourbon. Oh. Nou, als dat een aristocratische Franse afstamming is, dan laat ik me hangen. Ja, je moet wel een beetje voortmaken, maar wonderbaarlijke baron, want anders ga ik er toch echt van doen. Neemt u mij kwalijk, meneer Ott, dat ik u even alleen moest laten. Het spijt me, het was overigens niet belangrijk. Waar waren we ook alweer gebleven? Monsieur de baron, ik geloof dat verder praten op het ogenblik geen zin heeft. Mocht u een bedrag kunnen noemen dat dichter bij het mijne ligt, laat u het mij dan weten. Nee, nee, doet u geen moeite, ik vind het wel. Nee. Gaat u al weg, meneer Ott? Ja, ik heb al veel te lang beslag gelegd op uw kostbare tijd. Tot genoegen, mademoiselle de Couville. U zou mij een groot genoegen doen als u vanavond met mij wilde dineren. Het zij bij Bauer Roulac of ergens anders. Wilt u? Meneer Ott, ik weet niet hoeveel u gedronken hebt, maar ik schrijf deze uitnodiging daaraan toe. Goedendag. Tot ziens.
dat is de hele kwestie eigenlijk, meneer Murley. Ik verlang 750.000 Zwitserse frank met een depot Dezu aandelen als onderpand. Meer niet? Nee, daar heb ik voldoende aan. Met uw welnemen gaan we dan morgen naar de notaris. De heer Wilfried Ott, industrieel te Düsseldorf, verplicht zich voor een participatie van 750.000 franken, een rente van 8% te betalen. Het bedrag dient uiterlijk de 9e mei 1959 te worden terugbetaald. De heer Murley, huizenmakelaar te Zürich, verbindt zich tot deze datum met aandelendepot dat de eerder genoemde meneer Ott hem als zekerheid heeft gesteld onaangeroerd te laten. Indien echter de participatie niet binnen de overeengekomen termijn wordt terugbetaald, mag de heer Murley over de waardepapieren vrij beschikken. Al dus opgemaakt de 9e mei 1957 door mij in tegenwoordigheid. En op die manier, mevrouw de Bastiaan, heb ik mij in een handomdraai het leuke bedragje van 717.850 Zwitserse frank verschaft. Vreemd bedrag. Ja, dat komt omdat de onkosten en de 8% rente over 2 jaar van tevoren zijn afgetrokken. Mooi. En wat ga je nou met het geld doen? Daarmee gaan wij 2 jaar werken om het dan in mei 59 keurig en correct terug te betalen. Terug te betalen? Bastiaan, kan jij je nou nooit losmaken van je vroegere leven? We moeten vergeten wat er gebeurd is. Voortaan bewandelen wij alleen maar oprechte paden. Dat heb ik niet meer horen zeggen. Je bent er steeds de dupe van geworden. Ja, altijd door kwaadwilligheid van anderen, Bastiaan. Altijd door anderen. Nee, als ik het geld heb terugbetaald aan die Murley, dan haal ik de valse aandelen uit het depot, scheur ze in kleine stukjes en spoel ze door het toilet. Iedereen heeft al geld verdiend en niemand heeft schade geleden. Tja, zo eenvoudig gaat dat als het zo eenvoudig gaat. Nee, maar... Mademoiselle de Couville, wat een genoegen u hier te zien. Oh, goeiedag. U hebt zich een tikje verlaat, maar ik ben toch blij dat u gekomen bent. Meneer Ott, ik ben niet voor u gekomen, maar voor mijn vriendin die hier ook logeert. Ik zou in de hal op haar wachten. Nou, als u vandaag niet schikt, dan kunnen we misschien morgen een aperitief drinken. Morgen vertrek ik naar de Riviera. Maar dat is toevallig. Ik ga morgen ook naar de Riviera. Had ik u dat nog niet verteld? Zal ik u morgen om 11 uur komen afhalen? Hè? Of hebt u voorkeur voor een andere tijd? Meneer Ott, ik denk er niet over om met u mee te rijden. Ach, daar komt mijn vriendin. Het gaat u goed, voor zover het mogelijk is. De volgende morgen om 10:50 reed de mooie Hélène in een kleine sportwagen de poort van het Château Montenac uit. Ik groette, maar zij keek volkomen langs me heen. Ik stapte in mijn eigen wagen en reed er achterna. Even voorbij Grenoble zag ik haar aan de kant van de weg staan, vlakbij een garage. Een monteur stond over de motorkap gebogen. Wat is er aan de hand? Pardon? Oh, iets met de motor, geloof ik. Nee, het is de benzinepomp, mevrouw. Die ligt helemaal in de prak. Nou, dat is niet zo best. Nee, inderdaad. Ik bedoel, we zullen de wagen toch mooi naar de garage moeten slepen om hem te repareren. Ja, maar hoe lang kan dat duren? Nou, eens kijken. Een dag of 2 zeker wel. Ah, 2 dagen? Maar dat is ontzettend. Ik heb een afspraak voor vanavond in Monte Carlo. Nou, gezien de omstandigheden lijkt er dan maar 1 oplossing mogelijk. En dat is? Dat u verder met mij mee rijdt. Oh. Oh, nou ja, goed. Dat is heel vriendelijk van u, meneer Ott. De monteur wil wel even helpen, hè, met het overladen van uw bagage. Hij zal wel verder dan voor uw wagen zorgen. Dank u wel. De eerste reactie overigens, na 100 kilometer. Misschien wordt het toch nog gezellig. Waar moet u zijn in Monte Carlo? Hotel de Paris. Hebt u daar uw afspraak? Met mijn verloofde. Met uw verloofde? Ach, arme kerel, die zal niet veel nu hebben. Hij vindt u ook niet. Mademoiselle de Couville, ik heb gereserveerd. Mademoiselle de Couville, ja, dat klopt. Er is een boodschap voor u binnengekomen, mademoiselle. Uw verloofde wordt door zakelijke aangelegenheden vastgehouden in Parijs. Hij kan niet komen. Dan neem ik zijn appartement. Uitstekend, monsieur. Ja, maar als hij dan toch nog komt... Nou, dan zal hij moeten zien dat hij ergens onderdak vindt, hè? Oh. Luister nou eens even. Dat is immers geen man voor u. Ziet u dan niet dat hier de voorzienigheid aan het werk is? 2 dagen bleven we in Monte Carlo en vervolgens gingen we naar Cannes in het Hotel Carlton. Het waren bijzonder prettige dagen.
ging met haar naar Nice, naar Saint-Raphaël, naar Saint-Maxime, Saint-Tropez. We zwommen samen in zee en ik lag naast haar aan het strand. En, ach ja, van het een komt het ander. We waren samen erg gelukkig. Zij noemde mij Wil, omdat naar haar zeggen Wilfried haar te veel aan Richard Wagner herinnerde. En toen gebeurde het. In het eerste uur van de achtste dag. Hélène lag op het bed en ik zat naast haar en streelde haar haren. Oh, Wil. Ik ben zo gelukkig. Ik ook, liefje. Ik ook. Heus. Heus, Sherry. Oh. Maar liefste, wat is er nou? Ik heb je bedrogen. Wat? Ik ben slecht. Door en door slecht. Ja, als dat nou in verband staat met je verloofde, dan... Wat verloofde? Ik heb helemaal geen verloofde. Huh? Thomas. Wat? Thomas. Wat zei je daar? Ik heb helemaal geen verloofde. Nee, dat bedoel ik niet. Zei jij zo even Thomas? Ja, natuurlijk heb ik Thomas gezegd. Zo heet je immers. Mijn lieve, arme Thomas, lieve. Waarom moest ik nou juist jou ontmoeten? Ja, schat. Ik ben nog nooit in mijn leven zo verliefd geweest. Mm. En juist jou moet ik dit aandoen. Juist jou. Aandoen? Wat aandoen? Ik werk voor de Amerikaanse geheime dienst. Voor de Amerikaanse geheime... Nee. Nee. Begint het nou wel weer? Ik had het je niet willen zeggen. Ik mocht het je ook niet zeggen. Oh, ze smijten me er natuurlijk uit. Maar ja, na deze avond moest ik je de waarheid wel vertellen. Anders was ik toch gestikt. Nou, kalm nou maar, hè. Begin nou eens rustig bij het begin. Jij bent dus een Amerikaans agent. Ja. Die oom van je? Is kolonel Herrick, mijn chef. En het Chateau Montenac? Gehuurd. Onze mensen in Duitsland hadden gemeld dat je bezig was een grote coup voor te bereiden. Toen dook je op in Zurich. Toen je advertentie gepubliceerd werd, kregen we volmacht en participatie voor maximaal 100.000 frank aan te bieden. Maar waarom? Omdat er achter die annonce natuurlijk een of andere truc moest zitten. Maar wat precies wisten we niet. Maar ja, daar waren we natuurlijk wel achter gekomen en dan hadden we je in onze macht gehad. Maar waarom willen ze dat nou? De FBI wil jou met alle geweld in dienst nemen. Daar hebben ze alles voor over. Nou, rustig nou maar, rustig nou. Toen vroeg je 750.000. Dat is waar. Ja. We hebben een eilgesprek met Washington gevoerd. Ja. Oh, je had ze de keer moeten horen gaan. Dat is waanzin, zoveel wilden ze niet riskeren. Ja, toen hebben ze mij ingezet. Jou ingezet? En daarom deze reis. Het was allemaal komedie. Die auto, de monteur in Grenoble. Die ook. En ik, stommeling, ik heb hem nog een dikke fooi gegeven. Ik geloofde. Alles. En nou ben ik verliefd op je geworden. Hmm. En ik weet dat ze je de gevangenis in zullen draaien. Als je niet voor ons wilt werken. Ja. Nee, ga niet weg. Thomas, blijf bij me. Ik kom weer terug, lieveling. Ik kom weer terug. Ik moet alleen maar een en ander overleggen. In alle rust. Als je er geen bezwaar tegen hebt. Want weet je, dit alles is mij al eens eerder overkomen. Kamer 38, Ot. Mag ik de chef-kok? Nou, meneer Ot, het is 2:30. Carton slaapt misschien al. Nou, dan maakt u hem maar wakker. Het is dringend. Hier is Gaston, meneer Ot. Ah, Gaston. Ik ben blij dat je nog bij de hand bent, Gaston. Ik heb zojuist een verpletterende slag gehad. Oh. Ik moet iets lichts, iets opwekkends hebben. Maak een tomatencocktail voor me, wil je? En een paar sardinekroketten, wil je dat doen? Dank je. Goeie vent, die Gaston. De geschiedenis herhaalt zich. Er is blijkbaar niet aan te ontkomen. In 57 hebben ze mij op precies dezelfde manier te pakken als in 39. De personen zijn anders, maar de omstandigheden zijn dezelfde. Ik meende dat de cirkel zich eindelijk gesloten had, maar het tegendeel is waar. Ik zal opnieuw een rol moeten spelen in die krankzinnige wereld. Wie weet hoe lang nog. Goedemorgen, Sherry. Neem me niet kwalijk dat ik wat laat ben voor het ontbijt. Maar kindje, het schijnt mij toe dat je niet veel nachtrust hebt gehad. Heb ik ook niet. Kun je het me vergeven, Tommy? Ik zal het proberen, mijn liefje. En wil je voor ons werken?
Ook dat zal ik proberen. Oh, Tommy. Ja, ik stel natuurlijk mijn voorwaarden. Mm-hmm. Ik wil geen opdrachten krijgen van jou of van je chef, kolonel Herrick. Maar uitsluitend van het hoofd van de FBI. Van Edgar Hoover? Wat grappig. Wat is daar nou voor grappig, Sam? Nou, we hadden opdracht jou koste wat het kost naar Washington over te brengen. Omdat Edgar Hoover persoonlijk met jou wil praten. Ja, het kan raar lopen in het leven. De 23e mei zat ik in het restaurant op de luchthaven Rhein-Main. Ik voelde me nogal onrustig. Het was 6:20 en om 6:45 zou de Super Constellation starten die mij naar New York zou brengen. En die vervloekte agent Faber was er nog steeds niet. Faber zal u naar Hoover begeleiden, had kolonel Herrick gezegd. En die Faber was er nog steeds niet. Op dat ogenblik kwam er een jonge vrouw binnen. En ik... Nee. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Daar komt Chantal naar mij toe gelopen. Mijn lieve Chantal. De enige vrouw die ik ooit werkelijk heb lief gehad. Daar komt ze aan, maar dat kan toch niet? Ze is immers dood, doodgeschoten in Marseille. Chantal. Meneer Thomas Lieven, hoe gaat het? Chantal. Wat zegt u? Nee, niks. Wie bent u? Ik ben Pamela Faber, ik vlieg met u mee. Neem me niet kwalijk dat ik zo laat ben, ik had weg met de wagen. U heet Faber, maar kolonel Herrick sprak over een man. Nou, kolonel Herrick kent me niet. Er is gesproken over een agent Faber en toen dacht hij natuurlijk aan een man. Maar wat is dat toch, u kijkt namelijk een geestverschijning bij. Neemt u me niet kwalijk, maar... Nou ja, dat doet er niet toe. Zullen we gaan, meneer Lieven? Onze machine is startklaar. Het is gek, maar ik heb het gevoel alsof ik u al jaren ken. En toch weet ik niks van u. Mijn ouders waren Duitsers, maar ik ben in Amerika geboren. En hoe lang werkt u al voor de Amerikaanse geheime dienst? Sinds 1950. Hoe bent u daar zo toe gekomen? Och, hoofdzakelijk uit lust tot avontuur, geloof ik. Mijn ouders zijn dood, ik wil reizen, vreemde landen zien, iets beleven. En is dat uitgekomen? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb er eigenlijk genoeg van, weet u. Mm-hmm. Dit is geen leven voor mij. Ik heb hem blijkbaar vergist. Of ik ben er al te oud voor. Hoe oud bent u dan wel, als ik vraag me mag? 32. Ach, lieve hemel. Waar blijf ik dan met mijn 48? Ik zou er het liefst nu ophouden. Trouwen, kindertjes krijgen, klein huisje, koken voor mijn gezin. Kookt u graag? Oh, dat is een hartstocht van me. Ja. En waarom kijkt u me toch zo aan, meneer Lief? Ach, niets. Zomaar. Maar geheime diensten zijn als een heksenkring waar je nooit aan kunt ontsnappen. Ophouden. Wie van ons kan er mee ophouden? Ja. Kunt u? Niemand kan het. Niemand mag het. Miss Faber, Mr. Lieven, nogmaals hartelijk welkom in mijn bescheiden landhuisje. Cheerio. Cheers. Cheers, Mr. Hoover. Ik vond het beter hier met u te spreken dan op een kantoor in Washington, D.C., waar ik ieder ogenblik gestoord kan worden. We maken er hier een gezellig weekend van. Een van de dingen die ik over u gehoord heb, Mr. Lieven, is dat u zo uitstekend kunt koken. En wat dat betreft wil ik graag een beroep op u doen. Met genoegen, en ik ben ervan overtuigd dat Miss Faber mij heel graag zal assisteren. Oh, zeker. Dat is een uitstekend idee. En wat zou u ervan zeggen als we vandaag eens een lekkere kalkoen aten? Ah. Ja, ik weet, het is er eigenlijk wel een beetje te vroeg voor, maar ik heb beneden in het dorp prachtige jonge dieren gezien. Vossenbessen breng ik er ook mee. Vossenbessen. Mm-hmm. Zo heet meneer nu eenmaal kalkoen, Mr. Lieven. Ik heb kalkoen. Gemaakt met een vulling, nietwaar? Inderdaad. Zo deed mijn moeder het ook altijd. Ja. En die vulling bestond dan uit gemalen kalkoenlever, een ganzenlever. Kalfsvlees, varkensspek en eidooien. Ja, ja, en truffels, de schillen fijn gevreven, ja. De truffels gehakt, twee beschuiten. En varkensvlees moet vooral vet zijn. Ja, nou, jullie vullen elkaar schitterend aan, hè? Vindt u zelf ook niet, Mr. Lieven? Ja, daar moet ik zelf ook voortdurend aan denken. De borst van de kalkoen omwikkelen we met spek, dat ik mijn moeder ook altijd... Gebruikte uw moeder daar vers vet spek voor? Uh-huh. De mijne ook, ja, maar ze haalde het er een half uur eerder kalkoen gaar was weer af. Ja, natuurlijk, anders zou de borst nog mooi bruin. Goed, wij eten vanavond dus kalkoen. Maar, Mr. Lieven, u begrijpt natuurlijk wel dat we u niet alleen naar Amerika hebben gehaald omdat u zo goed kunt koken. Waarom dan nog meer? Omdat u mevrouw Dunja Melanin kent. Oh. Mevrouw Dunja Melanin. Ja,
Waar bevindt zij zich dan? In New York City. Zij is toch uw geliefde geweest, niet waar? Dat, nou ja, dat wil zeggen, ik geloof wel dat zij zich verbeeldde dat zij van mij hield, ja. Wij weten dat, u had geruime tijd al hoor, dat in New York een machtige Russische spionagecentrale is gevestigd. We weten niet hoe die werkt. En we weten evenmin wie er deel van uitmaken. Maar 3 dagen geleden heeft een lid van deze organisatie zich gemeld bij onze Parijse ambassade. Het was een zekere Victor Morris. Hij was de laatste minnaar van mevrouw Melanie. U hoeft niet verder te gaan, Mr. Hoover. Ik zal mijn best doen. Op 1 voorwaarde. En die is? Dat ik, na mijn opdracht te hebben uitgevoerd, mag sterven. In de vroege ochtenduren van de 21ste november 1957 vonden vissers op het witte strand van het dorpje Cascais bij Lissabon, tussen bonte schelpen, zeesterren en halfdode vissen, een heel dode meneer. Hij lag op zijn rug. Zijn gezicht droeg een eigenaardige uitdrukking, zijn lichaam een bijzonder modieus, zijer door het zeewater reeds sterk aangetast, grijs kostuum. In de hartstreek vertoonde het overhemd een cirkelvormig gat en een reusachtig donkere vlek die aan bloed deed denken. Ook het jasje zat vol van die vlekken. Blijkbaar was de heer met een kogel, en geen kleine, naar de andere en naar, men zegt, betere wereld gestuurd. Allemachtig, nou, die is er wel geweest. Zie je dat gat in zijn borst? Hoe zou dat gekomen zijn? Doodgeschoten, denk ik. Wie zou het zijn? Kijk eens of hij papieren bij zich heeft, José. Ja, ouwe. Misschien kunnen we er dan achter komen waar hij vandaan komt. Kijk nou eens. Hij heeft 4 passen bij zich. 4? Wat moet iemand met 4 passen? Het is gek, hè? Maar het is net of ik die kerel alles eerder gezien heb, of ik hem ken. Wat zeg je nou? Ja, ik ken hem. Het schiet hem wel weer te binnen. 17 jaar geleden, in 40, heb ik hem ontmoet. Weet je dat zeker? Ja, ik herinner me weer. De Duitsers hebben toen tegen goed geld een visbotter gehuurd. Moesten gevangenen van ze in volle zee brengen. Ze hadden hem ergens in de stad neergeslagen en ze brachten hem bewusteloos bij mij aan boord. En dat is die man? Ja, daar ben ik van overtuigd. Die Duitsers zeiden dat buiten de 3-mijlszone een Duitse duikboot lag te wachten om hem over te nemen. Maar zover is het niet gekomen. We werden overvaren door een luxe jacht. Ja, niet per ongeluk hoor. Want die lui op dat jacht bleken later kerels van de Engelse geheime diensten zijn. En die hebben op hun druk deze man weer meegenomen. Dan zal er wel een belangrijke figuur geweest zijn. Weet je nog hoe die heet, hè? Ja, dat moet ik eens over nadenken. Het is alweer zo'n tijd geleden. Ik heb hier een pas. Daar staat in Thomas Lieve. Nee. Maurice Auger. Nee. Jean Leblanc. Nee, ook niet. Emil Jonas, de koopman. Verrek, ja, dat is hem. Ja, zo heette hij, zo noemden ze hem. Koopman Jonas. Dus het is hem wel. Waarschuw jij de politie maar, José. Jij hebt jonge benen. Wij zullen wel op oppassen. Als dat hij niet weglopen. Ja, neemt u maar op, señorita. Rapport van de commissaris Manuel Vaida van de afdeling moordzaken, politie Lissabon. Het lijk dat op het strand van Cascais is gevonden, is dat van een mannelijk persoon van 45 à 50 jaar. De bijgevoegde verklaring van de politiearts noemt als doodsoorzaak een kogel uit een Amerikaans 9mm legerpistool. Heeft u dat? In de kleding van de doden werden gevonden een geldbedrag van $891.45, een rekening van het New Yorkse Waldorf Astoria Hotel, een Duits rijbewijs ten name van Thomas Lieven, een ouderwets gouden horloge en 4 paspoorten. 2 Duitse, respectievelijk ten name van Thomas Lieven en Emil Jonas, en 2 Franse passen, ten name van Maurice Hozier en Jean Leblanc. Ja? Juist. De foto's van Jean Leblanc en Emil Jonas, die zich in het archief van de recherche bevinden, komen met elkaar overeen. Zij komen eveneens overeen met de foto's in de 4 paspoorten van de doden. Ja?
Uit dit alles kan met zekerheid worden afgeleid dat de dode de geheime agent Lieven is, die de afgelopen jaren zoveel van zich heeft doen spreken. Hij is ongetwijfeld ten offer gevallen aan een wraakoefening. Wraakoefening. Het onderzoek wordt voortgezet. Onzin. Alsof er ooit de moord op een geheime agent is opgehelderd. De moordenaar is immers al lang aan het andere eind van de wereld. Nee, signorita. Bent u nou krankzinnig geworden? Dat laatste hoeft u niet op te nemen. 24 november 1957, 16:30. Het had wat lang geduurd eer de overledene werd vrijgegeven en begraven kon worden. Het regende en het was voor Lissabon zeer koel. Het kleine groepje rouwende rilde. Er waren op een jonge vrouw na louter mannen aanwezig. En die zagen eruit als wat ze waren, collega's van de overledene. Ex-major Loos van de voormalige Duitse Abwehr boog het hoofd. De safraangele Britse agent Lovejoy naast hem niesde. De Tsjechische spion Gregor Marek bleef diep gebogen staan. Nadenkend keken de oversten Simeon en Debras van het Deuxième Bureau voor zich uit. Oprecht bedroefd toonde zich de gewezen overste Erich Wechte en de kleine major Brenner van de Duitse contraspionage in Parijs. Naast de geestelijke stond de Amerikaanse FBI-agente Pamela Faber, die Thomas Lieve zo sterk had doen denken aan zijn geliefde Chantal Tessier. Nu waren zij er door hun chefs op uitgestuurd om vast te stellen of die beroerling wel echt dood was. En ze hadden opgelucht geconstateerd dat dit inderdaad het geval was. Na afloop van de plechtigheid stapten de agenten in diverse taxis. Ze hadden ook gezamenlijk een busje kunnen huren, want ze logeerden allemaal in hetzelfde hotel. Op hun kamers vroegen ze vervolgens telefoongesprekken aan met Engeland, Frankrijk, Duitsland, als ook met landen achter het ijzeren gordijn. Natuurlijk werden die gesprekken in code gevoerd. Zo lispelde Gregor Marek tot zijn chef in Praag: de gele haai is vanmiddag opgediend. Dat betekende: ik heb de doden in het lijkenhuis persoonlijk in ogenschouw genomen. Ach ja, wat zou het leven van een geheim agent zonder code zijn? Terwijl haar collega's aan het bellen waren, zat Pamela Faber in haar hotelkamer. Ze had whisky, ijs en soda besteld. Ze zat ontspannen in een leunstoel en draaide een groot whiskyglas in het rond. Oh, Thomas, wat zou je met die belangstelling voor je begrafenis vereerd hebben gevoeld? Alle goede oude bekenden van je die je stuk voor stuk wel eens bij de neus hebt gehad. Sommigen waren echt bedroefd en sommigen opgelucht. Wat zouden ze allemaal vreemd opkijken als... Maar nee, dat mag alleen ik maar weten. En daarom proost, lieve Thomas, dat je nog lang mag leven. Voor mij. Toen ze dat zei, was ze natuurlijk al een tikje aangeschoten. Anders had ze dat nooit gezegd. Want Thomas was niet in de hotelkamer. Hij was zelfs niet in Europa. Hij was... Ja, waar was hij dan wel, geachte luisteraar? Want dat Thomas die dag niet was begraven, hebt u natuurlijk al kunnen afleiden uit de opgewekte toon van onze berichtgeving. Maar als hij niet dood was, wie werd er dan in zijn plaats begraven? Geduld, luisteraar, geduld. We zullen het u dadelijk vertellen. Maar daarom moeten we teruggaan tot de dag waarop we Thomas Lieve uit het oog verloren, de 25e mei 1957. U herinnert zich dat hij die dag de gast was van Edgar Hoover, het hoofd van de FBI. Op die dag uitte hij de verrassende wens... dat ik na mijn opdracht te hebben uitgevoerd mag sterven. En hoe stelt u zich dat einde voor? Ik heb een plan, maar dat kunnen we later bespreken. Hoofdzak is dat u ermee akkoord gaat. Het is onvermijdelijk dat ik moet sterven om eindelijk in vrede te kunnen leven. Zoals ik zei, hoeveel details kunnen we later bespreken. Nu kunt u mij wellicht wat meer vertellen over mijn doenja en die Mr. Morris. Ja. Waar is die op het ogenblik? In Parijs. In Parijs? Ik dacht in New York. Nee, hij is in New York geweest. Tot een paar weken geleden. En toen is hij naar Europa vertrokken. In Parijs heeft hij zijn intrek genomen in het Crillon. Doe maar. En daar schijnt hij je toen met zijn zenuwen te kwaad te hebben gekregen.
Want in de middag van de 4e mei heeft hij zijn hotel verlaten, is de Place de la Concorde overgestoken naar de Amerikaanse ambassade. Ja. En Mr. Morris heeft de ambassadeur te spreken gevraagd en tegen hem gezegd... Ik ben een Russische spion, Mr. Ambassador. Ik kan u inlichting verschaffen over de grootste spionagecentrale die de Russen in de Verenigde Staten hebben opgebouwd. En waarom wilt u dat doen, Mr. Morris? Omdat ik uw hulp nodig heb. Ik heb opdracht gekregen Amerika te verlaten en via Parijs naar Moskou terug te keren. Ik weet wat dat betekent. Ze willen mij liquideren. En waarom willen de Sovjets u liquideren? Ik vrees dat ik gefaald heb. Vrouwen, drank, te veel gekletst, u weet hoe het gaat. En Dunja... Wie is Dunja? Dunja Melanin, de gewezen vrouw van een officier bij het Rode Leger. Nu spreekt uw assistente mijn arts in New York. Ik was bevriend geraakt met haar, maar we hadden voortdurend ruzie. Begon op te vallen. Mark zei dat ik onmiddellijk moest verdwijnen. En wie is Mark? Sinds 10 jaar het hoofd van de grootste spionagecentrale in Amerika. Mr. Morris, ik meen te mogen aannemen dat u in werkelijkheid anders heet. Ja, Victor Morris is een van de vele namen die ik in de loop der jaren gehad heb. In werkelijkheid heet ik Dmitri Haihanen en ben ik overste bij de Russische geheime dienst. Men heeft mij van 1946 tot 1952 voorbereid op de taak die mij wachtte. Als spion in de Verenigde Staten samen te werken met de legendarische Mr. Mark. Een opleiding van 6 jaar? Niet te lang om je eigen persoonlijkheid volledig te verliezen en een nieuwe aan te nemen. Ik moest leren lezen, spreken, eten, lopen, denken en debatteren als een man uit de omgeving van New York. Moest leren autorijden als een Amerikaan. Leren dansen, schrijven, roken en mij bezat als een Amerikaan. Kortom, ik moest een nieuwe persoonlijkheid worden. Een andere had dat al voor mij gepresteerd, Mr. Mark. Ik legde alle proeven met goed gevolg af. De 14 april 1952 meldde ik mij voorzien van een uitstekend vervalste Amerikaanse pas... in gevolg van mijn opdracht bij Michail Sfirin, de secretaris van de Russische UNO-delegatie in New York. Deze ontmoette mij met de meest uitgebreide voorzorgsmaatregelen, voorzag mij van geld en gaf mij verdere instructies. U neemt dus contact op met Mr. Mark. Wij zullen elkaar nog nooit terugzien. Vanaf dit ogenblik bestaat u voor mij niet meer, evenmin als Mark. U behoeft er niet op te rekenen dat ik u ooit in enig opzicht zal bijstaan of helpen. Ik ben diplomaat en mag met u niets van doen hebben. En hoe vind ik Mark? Hoe kan ik hem herkennen? Hij zal u opbellen in uw hotel. Hier hebt u een met snijwerk versierd pijpje. Dat rookt u bij wijze van herkenningsteken wanneer u Mark ontmoet op de plaats die hij u zal meedelen. Hallo, met Morris. Zorg ervoor dat u klokslag 17:30 in het toilet van de RKO-bioscoop in Flushing bent. Nou, dat moet ik zeggen, dat is hoogst interessant, Mr. Hoover. Werkelijk hoogst interessant. Ik zal verder vertellen. Ja. Morris en Mark konden het totaal niet met elkaar vinden. Uh-huh. Maar ze moesten het natuurlijk wel samen zien te redden. Mark gaf Morris die middag in het toilet van de RKO-bioscoop geld en een codesleutel. En besprak natuurlijk de onmisbare camouflages. Uh-huh. Morris moest een fotostudio openen, zodat niemand zich zou kunnen gaan afvragen waarvan hij leefde. En verder bracht Mark hem ervan op de hoogte op welke wijze hij zijn geheime berichten moest deponeren en afhalen. Die berichten, dat waren dan voornamelijk microfilmpjes, niet groter dan een speldenknop, moesten verborgen worden in geldstukken, in gebruikte papieren zakdoeken of sinaasappelschillen. En met behulp van kleine magnetische plaatjes kon men ze onder banken in... openbare telefooncellen, vuilnisemmers, brievenbussen en dergelijke bevestigen. Mm. Dan ging het werk uitstekend. Morris kon Mark er wel niet uitstaan, maar desondanks voerde hij zijn opdrachten feilloos uit. En waaruit bestonden die opdrachten, Hoover? Ja, dat waren helaas zeer belangrijke opdrachten. Mm-hmm. En na alles wat Morris in Parijs verteld heeft, hoeven we ons daaromtrent geen illusies meer te maken. Ik moet zeggen, de Sovjets hebben aan de organisatie Mark enorm veel gegevens te danken. Zo heeft Morris bijvoorbeeld, tenminste naar hij zelf verklaard, gespioneerd in het raketcentrum New Hyde Park. En heeft er zich nou nooit, ook geen enkele keer, een incident voorgedaan? Ja, inderdaad, ja, 1 keer. En dat incident heeft ons althans het bewijs geleverd dat Morris zijn verklaringen naar waarheid heeft afgelegd. Mm-hmm. Hier is het bewijs. Dat is een 5-cent-stuk, ja. Een doodgewone duim. Mm-hmm. Neem het dus op. En laat eens vallen. Nee, bestaat uit 2 delen. Ja. U ziet het hier. Mm-hmm. Op de bodem van het ene stuk, dat een tikkeltje is uitgehold, is een klein stukje film geplakt. Dat een ja. codemededeling van Mark bevat. Ja. Al 4 jaar lang proberen de beste experts van de FBI dit bericht te decoderen. Dat is niet gelukt, hoor. Hoe is deze munt in uw bezit gekomen? Ja, door stom toeval.
Een krantenjongetje heeft hem in 1953 gevonden. En hij liet hem met zijn handen vallen. Toen spleet dat ding in tweeën. Ja. Op de binnenkant van de ene helft ontwaarde het joch een donker stipje. Nou had hij een paar dagen tevoren in een spionagefilm gezien hoe men microfilms verborgen in sigaretten koken. Dus liep die jongen met zijn duim naar de politie. De politie was gelukkig zo verstandig om hem door te sturen naar ons. We hebben hem gevraagd waar hij dat muntstuk gevonden had. En waar was dat? Nou, dat bleek te zijn in het trappenhuis van een huurkazerne, nummer 252 Fulton Street. De gelijkvloerse appartementen waren verbouwd tot winkels. Op de eerste en tweede verdieping waren kantoren van een groot aantal firma's gevestigd. En nog hoger woonden vrijgezellen, kunstenaars, kleine kantoorbedienden en dat soort mensen. Hè? Mm-hmm. Bovendien had ook de FBI in dit mammoetgebouw een bureau. Ik neem aan dat u alle bewoners van Fulton Street 252 hebt gescreend. Ja, natuurlijk, maar daarbij kwam niets voor de dag. Oh nee. Jaren verstreken. De boodschap op de microfilm bleef ongedecodeerd en de schrijver onbekend. Nou is in die jaren Morris klaarblijkelijk hoe langer hoe verder afgezakt. Nadat hij Dunja Melanin had leren kennen, bereikte hij kennelijk een dieptepunt. Ze gingen elkaar zelfs nu en dan te lijf, moet je weten. Ja, dat ken ik van Dunja. Oh, toch wel. Maak moet een rapport daarover naar Moskou hebben gestuurd. Want Morris werd plotseling teruggeroepen. De rest weet u. Op de Parijse ambassade vertelde hij alles wat hij wist. En dat schijnt mij toch ondanks alles niet zeer veel te zijn. Ja, heel weinig. Genoeg was het niet, dat geef ik toe. Maar desondanks toch wel een heleboel. Want ofschoon die geheimzinnige Mark alles heeft gedaan om voor Morris te verbergen waar hij woonde, is het deze Morris toch wel een keer gelukt om hem onopgemerkt te volgen. En volgens hem woont Mr. Mark. Nou, waar denkt u? Aangezien u het zo spannend maakt, neem ik aan Fulton Street 252. Precies, juist ja. In het huis waar 4 jaar geleden die kleine krantenjongen dat geldstuk vond. Zo, zo. Ja. Een aantal van mijn mensen, waaronder hier, Miss Faber, heeft de laatste weken nogmaals alle bewoners van het pand onder de loep genomen. De beschrijving die Morris heeft gegeven van Mark past precies op de meest geliefkoosde huurder. Hij is kunstschilder en woont helemaal boven op de zolderverdieping. Goldfuss, heet hij. Emil Robert Goldfuss, Amerikaans staatsburger. Sinds 48 woonachtig op nummer 252 Fulton Street. Ik zou zeggen, vertelt u wat verder, Miss Faber. Ja, we schaduwen Goldfuss al wekenlang. Een 10-tal FBI-auto's is ingezet, met radar, radio, tv-apparatuur. Goldfuss kan geen stap meer doen op onze mensen weten ervan. Resultaat? Nihil. Ja, maar daar begrijp ik nog toch niks van. Als hij nou zo ernstig verdacht wordt van spionage, waarom arresteren jullie hem dan niet? Ja, we zijn niet in Europa, Mr. Lieven. Hoe bedoelt u? In de Verenigde Staten, Mr. Lieven, mag een man alleen in arrest worden gesteld als hij aantoonbaar in strijd is met de wet. En ook aantoonbaar in strijd met de wet heeft gehandeld. En pas dan zal een rechter zijn arrestatiebevel uitschrijven. Wij verdenken Goldfuss wel van spionage, ja. Maar bewijzen? Nee, nee. Bewijzen hebben wij niet. En zolang wij geen onweerlegbare bewijzen hebben, zal er maar dan ook niet één rechter in dit land ons in de gelegenheid stellen om te arresteren. Ja, maar u hebt Morris immers. Ja, maar Morris heeft ons alle inlichtingen strikt vertrouwelijk gegeven. Met het oog op zijn familie in Rusland zal hij onder geen enkele voorwaarde in het openbaar tegen Goldfuss getuigen. En zou een huiszoeking niks opleveren? Ja, natuurlijk zouden we als Goldfuss eens een keer weg is een woning kunnen binnendringen en doorzoeken. Mm-hmm. En ik ben er ook zeker van dat we dan een korte golfzender en een heleboel andere dingen zouden vinden die bewijzen dat hij een spion is. Maar dan nog zou die nooit veroordeeld kunnen worden. Waarom niet? Nou, omdat zijn verdediger zou eisen dat onze beambten onder ede zouden verklaren hoe zij aan het belastende materiaal waren gekomen. En als er zou blijken dat ze het zich hadden verschaft door een illegale huiszoeking, dan zou de rechter bepalen dat niets van het materiaal tegen Goldfuss gebruikt kan worden. Maar hoe moeten we hem dan wel te pakken krijgen? Dat willen wij juist aan u vragen, Mr. Lieven. Daarom hebben wij u laten komen. U als oude vriend van Dunja Melanin. Het weerzien met Dunja was triest geweest. Ze treurde nog altijd om Victor Morris. Als ze over hem vertelde, brak ze steeds weer in tranen uit. En ze vertelde onafgebroken over hem, gedeeltelijk uit zichzelf, gedeeltelijk omdat ik haar daartoe aanspoorde. Ik ontmoette haar sinds een paar dagen regelmatig bij Roganov, een Russisch fijnproeversrestaurant in de 41ste straat. En steeds als ik Dunja verliet, ontmoette ik Pamela, door wie ik in contact bleef met Hoover. Zij had een kleine flat in Manhattan.
Ikzelf logeerde in het Waldorf Astoria Hotel, onder de naam Peter Scheuner. Dunja werkte als assistente bij een zekere dokter Mason. Dag na dag verstreek. Dunja bleef jammeren over haar moeders, maar vertelde niets dat naar Goldfuss kon leiden. Bij Pamela constateerde ik een toenemende geïrriteerdheid, waarvoor ik geen verklaring kon vinden. Zo werd het de 19e juni. Ondanks dat wij een voortreffelijke sjaslik hadden gegeten, was Dunja in een zeer geprikkelde stemming. Ik begrijp niet wat er vandaag met jou aan de hand is. Ach, neem me niet kwalijk. Dat ellendige werk ook, daar ga ik nog eens een ander door. Ja, wat is er dan aan de hand? De halve stad laat zich inenten. Inenten? Ja, inenten met dat nieuwe serum tegen kinderverlamming. Dr. Salk. Ja. Ah, dat heb je al over gehoord. Maar dat inenten is het ergste niet. Die schrijverij doet het hem. Welke schrijverij? Elke patiënt moet zijn geboortebewijs overleggen. Nou ja, waarom? Ja, dat verlangt de wet. En ik moet de nummers van ieder geboortebewijs noteren. De nummers en de instantie die het afgegeven heeft. En ze komen bij honderden. Ik word er krankzinnig van. Inenten, inenten, inenten. In. Nou, wat heb je nou? Wat is er met jou? Oh, ik zie het al. Wie is dat? Wie, hè? Wie bedoel je? Die vrouw daar. Ze is net binnengekomen. Ken jij haar? Huh? Ik. Van, hey, over wie heb je het eigenlijk? Over dat ordinair, opgemaakte mens in het geel. Ze zit me aan te staren alsof ze me de ogen uit wil krabben. Natuurlijk ken jij haar. Zit me maar niet voor te liegen. Maar ik heb die vrouw nog nooit van mijn leven je gezien. Je liegt, natuurlijk ken jij haar. Laten we er nou maar over ophouden, zeg. Doe ja, we gaan weg. Ik voel er niks voor om hier de les te laten lezen over zaken waar ik niks mee te maken heb. In de lounge wacht een zekere Mr. Aykroyd op u, Mr. Scheuner. Dank u. Aykroyd, wat doe jij hier? Sorry, maar ik ben bij de baas geweest. De zaak brengt me steeds meer in benauwdheid. Ben jij verder gekomen? Geen stap. Wat had de baas? Verschillende tekenen wijzen erop dat Goldfuss op het punt staat de benen te nemen. Waar naartoe? Ja, waar naartoe, dat weten we niet. Australië, Azië, Afrika, Europa, ja, alles is mogelijk. De grenzen bewaken, de vliegvelden, de havens enzovoort. Ach, onmogelijk, zoveel mensen hebben we eenvoudig niet. Goldfuss reist natuurlijk met een absoluut echte valse pas. Nou, en jij weet net zo goed als ik dat zo'n pas ook in de pasadministratie voorkomt. Denk je dat hij louter echte valse papieren heeft? Dat weet ik niet, maar gezien zijn haast kan dat nauwelijks. Waarschijnlijk heeft hij alleen een echte valse pas, maar daar heeft hij op voldoende aan. Als er geen wonder gebeurt, glipt die vent ons nog door de vingers. Verloek nog aan toe, wat een rot situatie. En daar zit ik ook nog met zo'n fijne medewerker. Wat is daarmee? Ach, laat maar. Maar ik zal er toch wel het een en ander op haar boot houden. Weet je wat jij moest hebben? Een pak op je bliksem. Hoe haal je het in je hersens om bij Roganoff binnen te komen? Ik zal er komen wanneer ik dat wil. Niet als ik er ben. Je weet dat het verboden is dat twee agenten elkaar in het openbaar ontmoeten. Ik wist niet dat jij er was. Dat wist je bliksems goed. Goed, dan wist ik het. Maar waarom heb je dat gedaan? Omdat ik eindelijk die Dunja van jou wel eens wilde zien. Dat lieve duifje. Wat? En vind je dat voldoende reden om onze hele actie in gevaar te brengen? Ze hield toch niet zo tegen me? Je moet wel verschrikkelijk verliefd op haar zijn. Als je je brutale mond niet houdt, dan zal ik je pas slaag geven. Probeer het eens als je durft. Je zult je zin hebben. Hoef niet op me los. Ik maak je van kant. Huh? Jij met je... Kom hier. Thomas. Pamela. Tommy. Ik was zo jaloers op die rustin van je. Mijn liefste. Ik hou van je. Lieveling, die Dunja, die rustin, die betekent niks voor me, geloof me. Ik zal jou... Huh? Wat is dat, Tommy? Wat zijn dat voor plekken op je arm? Huh? Oh, die zijn van een inenting, wat is er mee? Inenting? Ja, Thomas, wat heb je? Inenting. Goldfuss weet dat hij in gevaar verkeert. Hij zal proberen Amerika te verlaten en terug te keren naar Rusland. Tommy. Iedereen die naar Europa reist moet zich laten inenten. En daarbij moeten de dokters zijn geboortebewijs tonen, zodat hij de nummers kan noteren. Zijn geboortebewijs, Pamela, niet zijn pas. Zijn valse pas, zijn echte valse pas. Maar zou zijn valse geboortebewijs ook echt vals zijn? Thomas, ben je krankzinnig geworden? Helemaal niet. Als Goldfuss een vals geboortebewijs heeft overlegd, kunnen we hem eindelijk een strafbare handeling aanwrijven en hem arresteren en zijn woning doorzoeken. Thomas. Nee, wacht even. Hoeveel artsen zijn er in New York? Hoe moet ik dat weten? Minstens 10.000. Op de avond van die 19e juni werd er alarm gegeven voor 277 medewerkers van de FBI.
Ze kregen opdracht zo snel mogelijk de 13.810 artsen te bezoeken die, in de stad met 10 miljoen inwoners, praktijk uitoefenden. Elke medewerker had een foto bij zich van een man van omstreeks 45 jaar, die een geestig, septisch gezicht, grote oren en dunne lippen had en een bril droeg. De 21ste juni om 6:35 kreeg Thomas Lieven een telefoontje. Hallo? Zero. Waar? 3145, Riverside Drive. Dr. Wilcox.